Jij wilde ja, dat verhaal ga ik vertellen. Heb ik 2 jaar, heb ik gedurende 2,5 jaar heb ik teksten geleerd. Op een gegeven moment was de hele familie weg. Ik ben een beetje eens dat je met Jan was naar zijn werk. Heel leuk leven van de helft. Naar de werk. Ik heb even een serieus verhaal gehad. En dat waren de kinderen. Nee, dat heeft met teksten te maken. En al iedereen was naar zijn werk. En ik zei op een gegeven moment van... Dexter had al geconstateerd dat iedereen naar zijn werk was. En ik zei, ja, maar werk is natuurlijk wel belangrijk. Want dan moet je centjes verdienen. En daarvan te kunnen leven. Nou, dat begreep ze er wel. Ik zei, maar weet jij nou wat je later zou willen worden? Dexter kijkt naar links, lekker kijkt naar rechts. Ik ga heel diep nadenken. Croissanten eten. En nu croissanten eten. En dan zeg ik nu nog... Wil je nog steeds croissant eten worden? Ja, als ik er nu groot mee zou kunnen. Maar dat was echt... hij had echt nagedacht. Want ik zei... Ja, maar wat, hij begreep het niet. Maar ik zei, nou, je moet iets bedenken... waar je geld mee kan verdienen... maar ook dat je iets leuk vindt. Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Ja. Dus vandaar dat belangrijkste is dat het leuk is... en dat je er geld mee... dat je daar in ieder geval ook je bestaan mee kan maken. Dat je iets leuk vindt... en dat je er ook nog geld voor krijgt. Ja. Dat is natuurlijk de mooiste... Nou, dat is croissanten eten.